Ze gelooft het. Ze gelooft het gewoon. Ze gelooft dat Enzo gewoon meer dan 1000 vlogs heeft die allemaal nep zijn. Het is zo fucking mooi. What's up mensen, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kalvijn en ik zit hier in mijn woonkamer. Vet chill, op een stoel. Yeah. Ja, ik zal er maar niet omheen lullen. Vandaag ga ik het weer doen. Ik ga op Tinder. Niet als mezelf, maar als iemand anders. In ieder geval, ik heb vandaag een bak met allerlei briefjes waarin YouTubers op staan. Allemaal briefjes met YouTubers erop. En ik ga één eruit pakken en diegene is dan aan de beurt vandaag. Vandaag ga ik op Tinder als iemand. Als een YouTuber. En dat is het. Ik heb de YouTuber expres niet in de titel gezet, want anders dan wist hij al wie het is. En dat zou natuurlijk niet leuk zijn. Mensen, wie gaan we vandaag even lekker, dat wordt lachen. Wordt grappig. Ik heb een briefje, ik heb één gepakt. Wie is het? Wie is het? Oh ja, mensen. Oh ja. Het is de grootste en meest succesvolle dagelijkse vlogger van Nederland. Het is de enige echte Enzo Knol. Dit, ik weet niet of het kan lezen, maar hier staat Enzo Knol op. Oh ja, en dat zat trouwens ook maar één briefje in. Ik ging gewoon sowieso al Enzo doen. Oké, we gaan ervoor. Ik heb, zoals jullie zien, is dit het profiel van Enzo. Ik zal jullie even een korte rondleiding geven. Enzo, vlogger en entertainer at YouTube. Ik zal even foto's laten zien. Dit is Enzo met zijn Purpose, met zijn Justin Bieber-achtige merch. Dit is dagelijks AD-trui. Dit is Enzo met mooi strikkie. Ja, wat mooi jongen is toch ook. Nou, we gaan gewoon kijken in hoeverre mensen reageren als je als, nou ja, toch wel denk ik vrij bekende Nederlander op Tinder gaat. Ik ben benieuwd. Hoe staat trouwens mijn instellingen? Settings. Maximum distance, gewoon overal. Leeftijdscategorie tussen de 18 en 55 plus. Yeah! Mensen, we gaan het gewoon doen. Ik heb er zin in. Dit is Denise. Hallo Denise, hoe gaat het met jou? Alles goed? Ik hou van je. Zei ik dat hardop? Ja, dat zei ik hardop. Ik vind je er op zich wel schattig uit. Wow, wat heb ik nou gedaan dan? Heb ik nou weggedaan? Ik heb het weggedaan. Oké. Okay. Denise, ik wou je een kans geven. Of in ieder geval, Enzo wou je een kans geven. En, like! En ik heb een match! Yes! Oh, the first one! It is a match! Automatically! It is unbelievable! Ik heb nog nooit, denk ik, zo snel een match gehad met een man. Oh, ik ben er volgens mij nog nooit als man op Tinder geweest. Anders dan mezelf. En dat ging niet zo snel als dit. Enzo, good for you, man. You are doing a great job. With your cute smile on the picture. Lisa. Oh boy! Oké, Lissa, laat me even zien. Oh, dit ben jij. Oh, Lissa ziet er wel... Lissa ziet er wel leuk uit. Ja, sorry, ik kan het jullie niet laten zien, de foto's. Want straks krijg ik weer mensen die gaan butthurt zeiken over dat ze in beeld worden gebracht. Ik ben een jongen en ik zat in een video met Monica. Nou wil ik jou aanklagen. Hi, Lissa. Julia, hoe gaat het met je? Oké, Julia is denk ik wel schattig. Ja joh, is goed. Lian heeft mij gesuperliked. Yeah! Maar goed, Lian. Ja, ik zou even terugliken joh. Dat wordt gezellig. Ik denk dat Lian wel vrij spraakzame jonge dame is. Hi Lian. Ja, is dat de grote vraag. Welke emoji ga ik gebruiken? Die is altijd veilig. Het is gewoon zo... Marley. Zeg maar, oké, Enzo heeft echt... Enzo, je hebt echt 80% van de dames liked je gewoon. Je hebt gewoon een match. Je hebt gewoon allemaal dates. Sorry, dates. Dates. Snap je? Ja. Het is nog niet een of andere feestdag of zo. Kijk, alleen maar fucking matches. Alleen maar matches. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Maar iedereen. Gewoon ieder fucking één. Gewoon niemand. Oh, deze niet. Maar niemand praat. Gewoon niemand. Ik heb zo fucking veel mensen geliked al. Ik ben al echt al lang bezig. Maar niemand wil praten. Niemand wil praten. Ja! Yeah! Ik heb eindelijk iemand die praat. Waarom ben ik eigenlijk zo blij dat iemand tegen Enzo... Het is echt heel wanhopig wat ik aan het doen ben. Welkom, Lissa. Jullie mogen van me aannemen dat Lissa... Lissa is gewoon leuk. Lissa ziet eruit als een sprankelende, jeugdige, spontane jongeman. Nee. Oh, ik ben zo lang uit de game gewoon. Ik weet gewoon niet meer hoe je fatsoenlijk een gesprek start op Tinder. Gewoon, ik weet niet hoe. Ik heb 25 matches. En één van de 25 mensen praat. Gewoon alleen... Lissa met 2 S'en. Lissabon. Nou, dan zul je straks natuurlijk zien dat in één keer iedereen gaat praten. Dan ben ik klaar met filmen. Dan heb ik echt zoiets van, oké, het is genoeg geweest. En dan begint iedereen te praten. Lekker aan het tinderen. Ik heb trouwens vandaag geen paprika's, mensen. Het spijt me enorm. Maar ik heb het geprobeerd. Ik heb het niet eens geprobeerd, trouwens. Ik heb me toch matches. Het is ongelooflijk. Ik match echt zoveel. Ik heb echt geen zin om tegen mensen te gaan praten. Maar ik moet wel, denk ik. Ik zeg gewoon tegen iedereen precies. Ik zeg gewoon alleen maar hi. Hi. Ah, het is letterlijk ongeveer een half uur later. Ik heb allemaal hoi gezegd. Niemand zegt iets terug. Tot Jamie. Jamie kwam in mijn leven. Nee, echt net. Gewoon letterlijk nu. En zij is de enige, zeg maar, waar ik geen hoi tegen heb gezegd. En die zegt hoi tegen mij. Maar dan weet je dat ze iets wil. Dus dat is een goed teken. Hey Jamie. Lekker aan het tinderen. Nou, haha, jij ook zo. What does that even mean? Lekker aan het tinderen. Nou, haha. What? Ja, verveel me. Yo, hier is een chick, Marley. Die zegt letterlijk: ik kan me niet herinneren dat ik jou recent ben tegengekomen hier. Haha, had ik me vast nog wel herinnerd. What are you trying to say? Zeg maar, wat bedoel je? Wat zeg je? Ben je er lang niet op geweest? Ah ja, tijdje geleden. Was druk de laatste tijd. Marley, hallo. Hoe gaat het? Maar had jou meteen geliked. Haha. Ja, Enzo, Tinder is toch die dating app. Dus we gaan toch heel eventjes, zeg maar, we gaan toch heel even romantisch doen. We gaan eventjes de romantische kant op. Op de vraag, wat doe jij in je vrije tijd? Zegt Jamie, gezellig met vriendinnen afspreken of gewoon een filmpje kijken. Haha. Nou, dan weet je natuurlijk al wat ik ga zeggen. Oh, haha. Wat voor filmpjes kijk je dan? YouTube? Ik heb zo'n lol met gewoon niks. Dit is mijn romantische gesprek. Marley heet ze. Marley, wat ben je toch een romantische jongen dame? Ja, gaat lekker. Ik heb weekend nu. Ah, heerlijk. Goed bezig. En met jou? Goed. Kom net uit de gym. Zo fucked up om te zeggen eigenlijk. En dan gaat ze... Oké, als ze nu vraagt wat voor werk doe je, dan ben ik binnen. Dan weet ik het gewoon. Oké, Jamie! Jamie! We zijn terug bij Jamie. Jamie is mijn zus. Zij voelt als een zus aan. Nu al gewoon. Wat voor filmpjes kijk je dan? YouTube? Ja, soms. Haha. Oh, haha. Welke YouTubers? Ja, jij bent Nederlands bekendste vlogger, hè? No! Fucking hell, Marley! Marley, ik moet je iets bekennen. Oh, Marley moet me iets bekennen! Oh yeah, let's go! Marley moet iets zeggen, Marley moet iets zeggen. Het is spannend, het is niet normaal spannend. Je weet nog, die race van Max Verstappen, die was spannend. Dit is nog spannender. Ik moet je iets bekennen. Oh Marley, wat ga je zeggen? Raad lekker mee. Zegt ze A, ik kijk elke dag je vlogs. B, ik keek vroeger elke dag je vlogs. Of C, ik heb nog nooit een filmpje van je gezien. Maak je keuze in de comments. Oké, heb keuze gemaakt. Ik ga vragen wat ze moet bekennen. Haha, ja, vertel. Gewoon in één keer is mensen wakker geworden. Zo van, hé, van wie heb ik nou weer een like van echt 100 jaar geleden? Oh, het is Enzo! Even terug naar Jamie. Jamie was degene die in het weekend, die in haar vrije tijd vaak YouTube filmpjes keek. Ja hoor, fuck dat. Ik vroeg welke YouTubers kijken, dan zegt ze, jou natuurlijk. Even een quizvraag. Hoe heet mijn hond? Als ze nu meteen bumper zegt, dan weet ik gewoon, oké. Zij kijkt het echt. Als ze nu minimaal een minuut doet, dan gaat ze toch even naar Enzo's YouTube-kanaal. Enzo Hond. Intussen kun je nog steeds je stem uitbrengen op de quizvraag van vandaag. Namelijk, wat moet Marley Enzo bekennen? Is dat A, ik kijk elke dag je vlogs. B, ik keek vroeger elke dag je vlogs. Of C, ik heb nog nooit een vlog van je gezien. Het goede antwoord zat bij de multiple choice. Ik ben nu voor het eerst, as we speak, een vlog van je aan het kijken. Ja! Mensen met antwoord C hadden het goed. Jullie krijgen vandaag een knolpowerpad thuisgestuurd. Yeah. Oh wacht, ik heb een knolpowerpad. Like. Knolpowerpad. Ik ben nu voor het eerst een vlog van je aan het kijken. Ik had wel van je gehoord, nog nooit een vlog gezien. Heb ik het nu verpest? Ja, je hebt het verpest. Je had één kans, oké? Bij Nederlands grootste vlogger. En je hebt het verpest. Je hebt het gewoon helemaal verpest. Ik praat alleen met kijkers. Dus valt me wel een beetje tegen dit. Vond je namelijk er wel leuk uitzien. Maar nu moet ik helaas het contact verbreken. Een sub. Tot zover Tinder gesprekken met Enzo en Marley. Oké, Jamie heeft op de vraag hoe heet mijn hond goed beantwoord. Alleen het duurde wel, zeg maar, ruim een minuut. Dus ik denk dat ze het heeft opgezocht. Oké, ik ga Jamie eventjes testen. Kijk je nog meer YouTubers? Oké, we gaan even terug naar Marley. Dat is de quizvraag, jonge dame. Die nog nooit de vlog van Enzo heeft gezien. Maar het is misschien ook wel eens leuk om met een niet-groupie te praten. Ik ben neutraal en niet bevooroordeeld. Ja hoor. Nee, dat is niet waar. Nee, meestal gewoon random filmpjes. Ha. Oké, dus je kijkt Enzo's video's. Kijk je. Alleen verder gewoon geen enkele andere YouTuber. Zo werkt het niet. Laat maar. Ik heb een briljant idee. Haha, oh, dat zie je niet vaak. Vaak kijken mensen wel ook anderen. Zoals Jill, Gio, Kelvin. Haha. Als je me niet kent, dat is niet erg. Maar dan weet ik dat. En dan kan ik haar vermoorden. Oké, ik maak een grapje. Marley is inmiddels boos op Enzo. Hé, ik zeg het niet, hè. Ik heb het niet over... Ik probeer mezelf nu te verdedigen. Het heeft geen zin. Ik heb ook een pyjama aan, trouwens. Jamie, nee, zo vaak kijk ik ook weer niet, hoor. Als ik een suggestie mag doen, kijk sowieso eens Kalvijn. Zelfpromo. Lekker. Hij is super fatsoe. Oh, fagoe. Nee, fuck. Wat zeg ik? Oh, dit is mijn karma. Super fatsoe. Dat is het. Zal indoen. Oké, zal indoen. Haha. Hij is echt grappiger dan ik. En misschien ook wel een beetje knapper. Hihi. Oké, ik ga nu kijken. En dan zal ik eens oordelen. Ze gaan mijn video's kijken. En je weet ook gewoon, als je voor het eerst op mijn kanaal komt, dan krijg je de Tinder video met Monica. Haha, en abonneer ook meteen even. Yeah, nieuwe abonnee. That's right. Nou, ik vind hem niet zo knap. Haha. Look at me! Ik ben toch heet? Hé, maar zie ik het nou verkeerd of heb je een vriendin? Oké, ik ga kijken wat Marley zegt. Haha, nee. Ja, dit wordt mooi. Zie ik het nou verkeerd of heb je een vriendin? Haha, nee, dat is alleen voor de vlogs. Is een actrice. Haha. Hey, het spijt me. Denk ik. Oké, we gaan even terug naar Jamie, die net de vraag van mij heeft gekregen. Vind je Kalvijn grappiger dan Enzo? En het antwoord is nee. Nou, Jamie, je zegt anders wel, zeg maar, bijna in elke zin haha, haha, dus fuck jou. Oké, Jamie vindt mij dus niet grappig. Oké, nou dan is het zeg maar gewoon doei. Dag Jamie, tot de volgende keer. Marley denkt dat Day een actrice is die in Enzo zijn vlogs speelt. Marley zegt, je lult. Ja, is echt waar. Is goed voor de views. Klinkt ongeloofwaardig, maar is echt zo. Net als de Kardashians. Alles zo ongeveer gescript in mijn vlogs. Once you go down that road, you gotta finish. Wat is er dan nog vlog aan? Dan is het toch meer een zelfgefilmde serie. Je zegt nu, je zegt precies hetzelfde. Haha, ja dat is ook zo, maar er kijken wel veel mensen naar, dus het werkt. Het is natuurlijk een sterk verhaal, dat kunnen we wel stellen, maar ja, of je dit gaat geloven... Ja, het is natuurlijk ook gewoon je baan, dus ik snap het wel, maar vreemd wel. Ze gelooft het gewoon! Ze gelooft dat Enzo gewoon meer dan 1000 vlogs heeft die allemaal nep zijn. Het is zo fucking mooi. Ja... Is ook vreemd, maar is wel de waarheid. Zullen we een keertje knuffelen? Ja, dit is vanaf nu, zeg maar, oké, ze gelooft het. Ze is een naïeve jonge dame en daar is niks mis mee. Alleen, we gaan het zien. We gaan het zien. Oké, ongeveer na een half uur wachten heeft, hoe heet ze nog, Marley eindelijk gereageerd. Ze heeft eindelijk gereageerd op mijn aanbod om lekker te knuffelen. En daarop zegt zij, oh, jij verwacht snel antwoord. Ja, knuffelen, haha. Ja, wat anders. Ja, nu wordt het intiem. Nu wordt het spannend. Nu wordt het speciaal. Nu wordt het heftig. Ik ga niet met je naar bed als je dat bedoelt. Doe ik met iemand via Tinder en ook niet als je Enzo Knol bent. Marley, wat ben ik onwijs trots op je. Je bent fantastisch. Je bent echt een topper. Ik hou van je. Je bent echt fantastisch. Zelfs als je een match hebt met Enzo Knol, dan sta jij alsnog dusdanig stevig in je schoenen dat je niet zomaar met iemand naar bed gaat via Tinder. Dat vind ik serieus knap van je. Marley, als je dit ziet, I love you. You're the best. You're the fucking best. Nou, in ieder geval, wat hebben we vandaag geleerd? Als je als Enzo op Tinder gaat, dan krijg je bijna met iedereen een match. Dus dat is fantastisch. Bijna niemand wil met je praten. Dat is jammer. En de mensen die met je willen praten, willen niet per se met je naar bed omdat je Enzo Knol bent. Maar ze geloven wel dat je vlog nep is en dat je vriendin niet een echte vriendin is, maar een actrice. Top video was dit. Tot de volgende keer. Love you. Bye. Trouwens mensen, ik was klaar met het maken van de video. Toen had ik Marley nog even uitgelegd dat het één grote grap was en dat ik Kalvijn was. Je ziet hier de screenshot. Hij gaat als volgt. Marley, je hebt helemaal gelijk. Ik ben Kalvijn. Ik ben ook een YouTuber. En ga soms als andere YouTubers op Tinder. En vandaag deed ik alsof ik Enzo was. Heb gewoon toestemming van Enzo, dus no worries. Ga deze account weer verwijderen. Oh, met die paprika. Yeah!